Dag kijkers, welkom bij een nieuwe video. Het is nu zaterdag, ik ben aardig opgeknapt. Ik ga maandag ook weer werken, definitief. En ik heb ontzettende zin om te snacken vandaag. Frituur heb ik al aangezet. Ik heb ontzettende zin in friet sowieso. En burgers. Dus ik zat eventjes te kijken op internet naar weer vreemde, aparte snacknamen. En toen kwam ik op een patatje samurai en een patatje paai. Nou ja, ik ga één van die twee patatjes maken, patat friet. Ik ga maken een patatje paai. Ik dacht eerst van patatje paai, wat is dat? Is dat patat met zuurvlees of zo? Sorry. Maar nee, een patatje paai is patat friet met alles eroverheen, behalve de curry. Nou, dat vind ik een hele leuke. Alleen, ik zat even te kijken en ik kom niet echt uit welke sausen er dan precies bedoeld worden. Dus ik ga maar uit van de sausen die allemaal in de snackbar verkocht worden. Dus ketchup, curry, pindersaus, mayonaise, toppings bedoel ik eigenlijk, uitjes. Dat zijn een beetje de standaard dingen. En ik zag ook een foto en daar leek een patatje paai op een patatje oorlog. Dus ja, het is een beetje vaag. Maar goed, ik maak dus gewoon een patatje paai met alles eroverheen, behalve de curry. De sausen en toppings die ik net zei. Nou, toen zag ik ook het patatje samurai. En dat is friet, patat friet. Sorry, ik probeer iedere keer patat friet te zeggen, maar ik vergeet het iedere keer. Patatje samurai is patat friet met samurai saus. Samurai saus wordt gemaakt van mayonaise en sambal. En Jan Tom Jan had dat een week of twee geleden een keer gemaakt, die saus, bij garnalenspiezen. Dus toen dacht ik, hey, ik heb ontzettende zin in een burger ook, laat ik een samurai burger maken. Gewoon simpel, gewoon samurai saus. En ik heb nog twee burgers over van gisteren. Ik heb gisteren ook al burgers op, lekker, tijd geleden. Dus dat gaan we doen vandaag. Lina, kom eens. Kom je heel even hallo zeggen of kom je later? Ja, die komt zo wel. Mensen, ik ga beginnen. Blijf vooral kijken. Dan begin ik met het maken van de samurai saus. Nou, het moet een beetje op gevoel. Mayonaise. Sambal oelek. Het mag lekker pittig zijn van mij. Dat was ook de bedoeling, geloof ik. Oeh. Ja, perfect. Oeh, lekker pittig. Kun je een hamburgerbroodje? Gaan we even grillen. Een beetje mayo voor het Maillard effect. Ja, ik heb nog twee burgers over uit het versvak van de supermarkt. Dat heb ik gisteren ook gebruikt. Niet te moeilijk doen, het is veel te warm. Ik gebruik ze allebei. Maak er een dubbele burger van. Ik maak ook geen pindersaus vandaag zelf. Dat vind ik echt te veel gedoe nu met die warmte. En ik maak ook altijd veel te veel, dus ik heb gewoon dit. Alleen een beetje jammer dat er satésaus op staat. Want satésaus is niet per definitie pindersaus. Maar goed, kan je 100.000 keer zeggen. Beste Remia, zet er alsjeblieft pindersaus op. En die gaat heel even in de magnetron zo, een minuutje. Ja, die is klaar. Zet de burgers erin. De patat friet. Ja, dat is een mooie meevaller. Ik heb nog ui over. En dan ga ik niet snijden. Ik snij alleen even een augurkje erbij. Lekker jongens. Ik
spinaat. Handig als je twee dagen burgers eet, ijzerberg sla. Daar beginnen we mee. Dan doe ik wat van samurai saus op de sla. Burger 1. Er wat eitjes op. Weer een beetje samurai saus. Ik heb niet van niks samurai burger. Een beetje sla weer. Dan burger 2. Hier, kurk. Lekker voor de extra knap, de frisheid. En nog meer samurai saus. Jij kan ook overdrijven, maar I don't care. Nou, bovenkantje erop. Nou, de pindasaus, een minuutje in een magnetron, zonder deksel, zonder folie, op 650 watt. En dan ga ik hem vast verder afmaken. Er komen van die mooie patat frietbakjes. Nu, oh mensen, ik ben vergeten ketchup te kopen voor de... Dat is dom. Nou, dan doe ik er wel wat chili saus overheen. Dat is ook rood. Dat kan ook prima, denk ik. Ja mensen, sorry, ik wilde echt mijn ketchup doen, maar ik ben het vergeten. En dat was natuurlijk ook een beetje zelf bedacht, ik heb geen idee. Waar het nou eigenlijk, welke saus is nou allemaal bedoelen? Nou, alles overheen behalve curry, dus er kan er echt van alles overheen. En nou vergeet ik ook uitje te snipperen. The best there is. Ja, dat ziet er heel smakelijk uit. Alles erop behalve de curry. Dus die gaat weer in de kast. Nou, dat ziet er heerlijk uit, mensen. Ik ga eten. Nou, Lien, als jij er niet naar mij komt, kom ik naar jou. Kom je zo even op tafel zitten? Het is niet echt iets voor jou, dit, maar dan geef ik je wel een snoepje. Je mooie oogjes, poes. Ja, eigenlijk is dat patatje paai, daar zou ik er ketchup op doen. Laten we even doen dat dit ketchup is. Is het een patatje kernoorlog met ketchup? Of een patatje speciaal met ketchup en pindasaus? Of het is patatje oorlog met ketchup? Dus het is heel vaag, maar I don't care. Een lekkere combi die pindasaus met die chili saus. Samurai burger. Fucking pittig, denk ik. Ik moet echt meer snacken in mijn video's. Ik heb het idee dat ik een beetje begin te verslappen de laatste tijd met mijn kippensoepjes en mijn haringsalade. Oeh, deze is pittig. En die kant-en-klare burgers uit het versvak, die runburgers, zijn echt helemaal prima. Ik moet het beter zelf maken, maar met dit weer en zo af en toe. Zaterdag gemakkelijk doen.
Ik mis curry helemaal niet. Dus in wezen kan je er echt alles op flikkeren wat je maar wil, als je maar geen curry doet. Heerlijk met die pittige saus en die augurk en die ui en die beestsla. Lina, kom met z'n vier. Kom ze, ik zal er even een snoepje geven. Dit kan ik haar niet voeren. Kijk, poes. Het is allemaal veel te pittig voor jou. Ik ga jou even een snoepje geven. Ik heb ook lekker wat, hè? Kijk eens. Hier. Dat is stom dat ik ketchup ben vergeten. Ga ik naar de supermarkt, maak een lijstje. Vergeet ik ketchup erop te zetten. Maar goed. Ik denk dat Patricia Pai trots op me neerkijkt vanuit de hemel. Oh, wacht even, die leeft nog. Ja mensen, er moet meer gesnackt worden op Planet Michel. Goed mensen, bedankt voor het kijken. En als je gaat frituren, ik zou het gewoon proberen. Patatje Pai met een samurai burger. Mensen, ik wens jullie een hele fijne zondag en ik zie jullie volgende week bij een nieuwe video.